Abdul, regering heeft rechten arbeiders verbeterd. Jarenlange achterstanden in het bij wet vaststellen van rechten van de arbeidende klasse zijn door de regering Bouterse ingelopen. Zelfs regeringen die 5 jaren, 10 jaren en langer aan de macht waren, ondersteund door een coalitie waarin partijen zaten die pretendeerden op te komen voor arbeiders van het land, hadden nagelaten deze rechten bij wet vast te stellen. Het is de regering Bouterse wel gelukt. Dit zei DNA-lid Amzat Abdul tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Er zijn in totaal 11 arbeidswetten goedgekeurd en 4 arbeidsverdragen geratificeerd. Met deze ontwikkeling kan best gesteld worden dat het geen enkele regering is gelukt om in zo'n korte tijd zoveel gedaan te krijgen voor de arbeiders. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.